ik ben Tim. Vandaag gaan we iets heel bijzonders doen. We trekken naar het medisch onderzoek. Spannend. Heb je zenuwen? Een beetje. Kom, we gaan binnen. Goedemorgen. Ik ben Anja. Ik ben de verpleegster. Hallo. En ik ben Kathleen, de dokter. Welkom op het CLB. Wat is het eigenlijk, het CLB? Het CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Wij helpen jullie. Hier werken bijvoorbeeld ikzelf, de verpleegster, onze dokter, maar ook de maatschappelijk werker en de psycholoog werken hier. Hoe helpen jullie ons dan? Je kan bij ons terecht met vraagjes over thuis of op school. Als je problemen hebt op school, als je niet graag naar school gaat of gepest wordt op school of het een beetje moeilijker hebt met leren, dan kan je allemaal tegen ons komen zeggen. Ik dacht dat we dat vooral tegen de meester of juffrouw moesten zeggen. Natuurlijk kan je dat tegen de juffrouw zeggen, maar je kan dat ook tegen mama zeggen of papa. Maar evenzeer bij ons kan je daarmee terecht. Mogen wij dan altijd langskomen wanneer we zin hebben? Je bent altijd welkom bij ons. Ik ga je nu nog een vragenlijstje geven. En daarop mogen jullie invullen hoe je je voelt. Alles wat hierop staat is geheim. Zo, we gaan er nu eindelijk aan beginnen. Eerst komen jullie bij mij en dan nadien gaan jullie naar de dokter. Wat gaan jullie eigenlijk onderzoeken? We gaan kijken of jullie op een gezonde manier groot worden. Kom, we gaan eraan beginnen. Achter deze deur heeft Emily nu haar medisch onderzoek. Ik mocht niet mee, want alles achter deze deur is privé. Zodat je alles tegen de dokter kan zeggen, zodat niemand anders je hoort. Keigoed. Op dit moment zijn ze mijn ogen aan het testen. De verpleegster heeft een blad vast met allemaal lettertjes. Ik moet ze proberen te lezen. Het lijkt wel een quiz op tv. Je mag het eerste lettertje lezen. X. Het volgende. Heel goed. V. Heel goed. Y. De oogtest is al klaar. De verpleegster heeft alle informatie ingevoerd in de computer, zodat ze een overzichtelijk dossier van mij heeft. En nu gaan we de kleurentest doen. Emily, hier zie je een blad. Hier staan allemaal bolletjes op. Maar eigenlijk zit hier een cijfer in verstopt. Kan jij misschien zien welk cijfer het is? 12. Heel goed van jou. En dit blad? 8. Prima. Ziet er niet cool uit. Dat is gelijk juist die brilletjes die je krijgt in de 3D-film in de cinema. Voor wat dient dat eigenlijk? Dit dient eigenlijk om je dieptezicht te controleren. Wow. Hier zie je eigenlijk net een Pac-Man. Ken je Pac-Man van in de computerspelletjes? En hier op deze tekeningetjes moet je dezelfde zoeken en moet je kijken naar welke kant hij gaat bijten. Naar waar wijst de eerste? Naar onder. En de volgende? Naar links. En de volgende? Naar boven. Goed zo. Na de test van onze ogen is het nu de beurt aan de rest van ons lijf. Nu worden onze lengte en ons gewicht gemeten. Daarvoor moeten we onze schoenen en onze kleren uitdoen. Maar gelukkig is het hier lekker warm. En nu ga ik dadelijk zo'n latje op je hoofd laten zakken. Niet verschrikken. Oké. Jij meet 1,37 meter en 7 mm. En dan is het nu de hoogste tijd om eens onderzocht te worden door een echte dokter. Dag dokter. Dag Emily. Wat gaat je eigenlijk allemaal onderzoeken? Allereerst gaan we eens kijken of bij jou de puberteit gestart is. En dan gaan we eens naar de rug kijken of die mooi recht loopt. Dan mag je je ook weer gaan aankleden. Oké. Dan mag je nu het hemdje even uitdoen. Dan kunnen we eventjes naar de borstjes kijken. Prima. Bij de jongetjes moet ik dan eventjes naar de teelballen kijken. En dan gaan we eens naar de rug kijken. Mooi de voetjes tegen elkaar. Goed vooroverbuigen, goed doorbuigen. Prima, perfect. Oké, nu mag je je terug gaan aankleden. Oef, dat spuitje deed helemaal niet zoveel pijn. Natuurlijk niet, maar het is wel heel belangrijk. Voor wat eigenlijk? Dit spuitje, dat noemt men een vaccinatie.
En dit spuitje is dan tegen mazelen, bof en rode hond. Zo kan jij niet ziek worden en kan je andere mensen ook niet ziek maken. Kan ik ook een spuitje krijgen om sneller te groeien? Dat zou heel tof zijn, maar spijtig genoeg kan men. Voilà, dan hebben we nu de vragenlijst overlopen. Hoe zit het met de tanden? Poets jij regelmatig je tanden? Ja. Heb je nog vragen? Nee hoor, maar ik ben blij dat ik goed gezond ben. Ah, dat is fijn. Dan mag je deze brief aan mama en papa geven. Daar staan de resultaten in van het onderzoek. Goed? Daar hebben we juist overlopen. Dank je wel. En Emily, wat hebben we vandaag geleerd? Dat we eigenlijk niet bang hoeven te zijn voor het medisch onderzoek. Want eigenlijk zijn het wel heel toffe tests. En nuttig. En heel nuttig. Ik voel me gezonder dan ooit. High five.